kwetsbaar van. Mm. Je had het net over bewustzijn, waarschijnlijk ook in mij. Is dat zo? Bij mij wel, toch? Oh, cool. Op het moment dat ik er niet ben, dan is er niets. Niet weet. Maar op het moment dat de ogen open gaan, of waar ik zo stand moet worden, dan verschijnt er een wereld. En dat is het spiegelbeeld van het innerlijke, van de leegte. Ik liep 15 jaar geleden een winkel binnen, kocht ik ineens alle boeken van Isaac Dada. En die ben ik gaan lezen. En dat is eigenlijk het enige wat ik continu gelezen heb, zijn boeken. Goed. En later, na jaren, kwam ik tot de ontdekking dat ook het zijn of het bewustzijn in mij verschijnt. Dus ik ben, voordat het bewustzijn er is, ben ik er al. Klopt. Maar omdat je net zei over bewustzijn. Ja, maar een beetje probeer het gewoon even stapsgewijs op te pakken. Okay. Als we meteen naar het absolute verhuizen, dan ja, dat is absoluut waar. Alleen, dat is een beetje. Twee stappen is meestal te veel. Okay. Dus als we eerst kunnen realiseren, de verschuiving maken van ik ben een persoon. En nee, wacht even, die persoon wordt waargenomen door bewustzijn. En dat is al een soort onpersoonlijke toestand. Dan donder je er daar vanzelf wel een keer doorheen en dan zie je dat. Yes. Maar u hebt gelijk. En zolang die body-mind leeft, is het meest heldere wat je kunt vinden gewoon puur gewaarzijn of bewustzijn. Dus helderheid is op een iets dieper level niet een toestand van mijn geest, maar van dat wat die geest ziet. Is dat te volgen? Er is iets wat gewoon getuige is van wat je denkt en voelt en voor fysieke sensaties waarneemt. Dat is per definitie helder. Dat heeft dus niks te maken met hoeveel koffie ik op heb of whatever. Of dat ik moe ben, want dan neem ik glashelder waar dat dat ding moe is. Maar ik ben niet moe. Body mind is moe. Dus bewustzijn is per definitie helder. De geest is soms helder, soms moe. Soms actief, soms kalm. Dat is veranderlijk per definitie. Dus als we dat niet doorhebben, dat dat twee niveaus zijn, dan gaan we bijvoorbeeld zeggen dat mijn geest altijd helder moet zijn. Which is impossible. Als die body-mind een uurtje of 16 of 18 bezig is, dan he wants to shut down. En wil gaan slapen. Dus hij wordt onhelder. Glashelder neem je waar dat die geest gewoon en daarmee de wereld aan het verdwijnen is. Je noemt dat in slaapval. Maar er is niks tegen. Dus helderheid is één stapje terug. En dat is er dus al. Daarom zei ik in het begin al van dat je in werkelijkheid gewoon de waarheid bent en de truth machine hebt. Waarom weet je het als je een onwaarheid vertelt? Omdat je waarheid bent. Waarom weet je als je onhelder vaag zit te ouwe hoeren? Omdat je helderheid bent. Dat is contrast. Altijd helder, dus fuzziness valt meteen op. Helderheid, als er ontwaken is, valt helderheid niet meer op. Het valt water niet op dat het nat is, zou ik maar zeggen. Alleen als die geest even een beetje. En dan is er niet een iets doen van hoe dat mag niet. Er is gewoon een spontane reset. Waarom vragen zijn in mijn optiek altijd zinloos, maar ik heb ooit mezelf eens horen antwoorden omdat je het contrast lekker vindt. Suffering, freedom, suffering, freedom. De hele tijd freedom, ja. Is geen contrast, dan merk je het niet meer, hè. Dan merk je het pas als er iemand bij je op bezoek komt en die zit dan met je handen. Wat? Oh ja.
Natuurlijk, die wil het anders dan het is en zo. Ja, dat is waar ook. Wauw. Dus misschien hou je van het contrast. Op zich ook geestiger natuurlijk, hè? Dan kun je in één zo'n schijnbaar leventje een heleboel keren ontwaken. In slaap vallen, ontwaken, in slaap vallen, ontwaken. Als je ontwaakt, blijft je als één keer klaar. Game over. Misschien is het dat. Je wil gewoon 100 keer ontwaken. Weet je nou wanneer die flow is? Ik ken hem wel, maar ik weet ook wel dat het soms een soort comfort ook kan zijn. Dat ik dan denk dat ik in die flow zit, maar dat het soms een stukje angst voor verandering. Nou, ja, dan niet dus. Maar... ja, dat is niet helder. Jawel. You know. Als je eraan twijfelt, dan weet je al genoeg. Als je in die zogenaamde flow zit, is er geen twijfel, dat is een kenmerk ervan. Hè? Je doet maar wat, eigenlijk. En wow. Dus eigenlijk is de uitdrukking van in de flow zitten een hele krankzinnige, want dan zou er iemand of iets in een flow zitten. Nee, er is alleen maar flow. Not somebody going there. En strek genomen is alles flow. Ook een conflict, wat mij betreft. Ik vind het allemaal flow. Het gaat ook vanzelf. Dus in die New Age hoek is het heel populair om over in de flow en zo te praten. En daarmee bedoelen ze eigenlijk dat alles gaat zoals ik eigenlijk graag wil. Nee, de wind mee heb, zou ik maar zeggen. Ja, een beetje wat ik bedoel, dat komt voor zo. Ja, exact, weet je wel. Dat is geen flow. Alles is flow, constant. Oh man, ik moet een auto-ongeluk meemaken. Dat was cool. En nou roep ik iets tegen iemand en die wordt ineens helemaal blij. Wauw, kan ik niet claimen. Dat was mooi om bij te zijn. Is toch allemaal flow. En net als met die dans waar ik het over had, die flow, die gaat niet ergens naartoe. Die is niet uit op een eindresultaat. Er is geen geslaagd of iets dergelijks. Nee, het floot gewoon maar een beetje rond zo. Geen begin, geen eindpunt. Just fucking around. Dus op een gegeven moment kan er een bevrijding optreden die zoiets heeft van er wordt helderheid en openheid ervaren en alles is mij duidelijk. En vervolgens alles verkrampt. Wow man, verkramping, that's cool. En dan gaat het weer open, weet je wel? Dat je don't give a shit anymore. Het gaat open en het gaat weer dicht en er gebeurt iets en er is alleen maar liefde en helderheid en ineens van godverdomme dat ik slak hem op zijn bek. Dat is een fantastische energie. Ik heb hem niet zo vaak meer. Maar is die godverdomme straks slak hem op zijn bek? Is dat niet diezelfde flow? Hè? Ja, exact. Dat bedoel ik. Het is allemaal flow. Alles. Wauw. En dan ben je uit, dit wel, dat niet. Moet zus, moet niet zo. Moet meer boeddhistisch zijn. Of... Ik vond op dat het voorbijgaan zo enorm samenvalt met werkelijk contact en er zijn, zeg maar. Ja. Yes. Het is iets wat je totaal tegenstrijdig had gedacht, zeg maar. Het is wat helemaal... samen is. Ja. Yes. Zo samen, dat we dus zeggen, niet twee. Ja.
wat me dan verbaast is dat ik zie dan een mug en denk, wauw, wat een mooie mug, en dan vervolgens gewoon dood. Ja, cool hè? Ja. Ah, ik ook, vind ik ook prachtig. Oh, mooi mug. Ja. En ik had gedacht dat ik dat dan niet meer zou doen. Goed. Ja, nou ja, ze hebben dus allerlei ideeën daarover. Ja. En dan zie je de ene moment zie je een spinnetje zo naar buiten brengen. Ja. Ja. En de volgende keer start de stofzuiger. Ja. 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 En het is gewoon hetzelfde. En dan stel ik me voor hoe dat dan helemaal verkreukelt zo die stofzuigerslang in. En dan denk ik, ah. Ah, knop. Alles is even prachtig en vreselijk en onbegrijpelijk. Nee, het is niet logisch. Nee, it doesn't make sense, maar dat hoeft ook niet. Het is een soort paradoxaal feestje, trip. Dat is ook een natuurwet, hè, dat alles tegenstrijdig lijkt. Dus we moeten ook niet gaan verwachten van als ik nou eenmaal gerealiseerd raak, dan ben ik gewoon altijd consequent en eenduidig. Zo werkt het niet. Het kan een teleurstelling zijn, maar het blijft gewoon een beetje vreemd. Je wordt er ook geen beter mens van ofzo. Ik heb er niks aan. Zeg, zit jij? Ik? Ja. Zit hij nou toch? Ik weet al heel lang niet meer wat ik... Ik heb eigenlijk niet zoveel vragen meer. Nou, ik ook niet, maar... Geeft toch niet? En trouwens, je hoeft niet per se een vraag te hebben, je kunt toch ook een inzicht hebben? Nou, wat ik wel heb is, omdat ik waarnemer ben, dat het doen en weg is. Doen weg is. Dat er iets uit mijn mond komt. En ik weet niet waarom. Mm-hmm. Ja. Kijk alleen maar mee. Zo is het. Maar dat is eerst heel saai. Echt heel saai. Oké. Want? Ja, dat was gewoon geen zaak meer aan. Geen doel meer. Je miste het verwikkeld zijn in dingen. Ik vond ook niks meer interessant. Alcohol doet het ook niet meer uit. Nou, dan wordt het wel ernstig. Ja, dat het eerste was wat ik wilde, dat het wegging. Ja. Dat ik dacht dat mijn grootste vader was. Maar nu is het weer leuk. Het is wel weer leuk. Alleen gaat het steeds meer vanzelf. Het doet geen interessant. Ja. Freedom voor je. Ja, het is vanzelf, maar niet voor het ik of zo. Het is niet omdat je... Het loopt allemaal, je zei het loopt lekker zoals je wilt, maar het was meer eigenlijk gewoon zoals het loopt. Ja, exact. En als iets efficiënt is of iets valt kapot, dan ben je weer door. Maar het genieten in het moment is wel weer terug. Als het tijdje dat ik dacht, helemaal terug ben. Voor het ego is zo'n shift gewoon niet leuk, want hij kan dus inderdaad niet meer sturen en proberen de realiteit naar zijn hand te zetten. En dan keert het om, dan wordt wat ik wil gewoon wat de realiteit al is. Dus ik wil wat er is. Of ik wil niks, zo kun je het ook zeggen. En dan wordt het weer leuk. Maar niet voor iemand inderdaad, maar gewoon de realiteit vindt het leuk om dit tevoorschijn te toveren of dat. En het is allemaal onbelangrijk. En dat is vanuit het ego-perspectief heel vervelend. Voor de realiteit is dat best lach. Anything goes. Dus heel vaak, net in zo'n omschakelmoment zou ik maar zeggen, is zo'n periode mogelijk, wat ik het niemandsland noemde. Niks is meer leuk, er is geen voor en geen achteruit meer, je hoort niet meer bij die kant, maar je hoort ook nog niet bij die kant en het is fucking boring. I think I'm gonna kill myself. En zelfs dat is te veel moeite. Weet je wel, lifting up the gun. Ja, dan ben je de vraag hoe lang moet ik hier nog rondlopen, was het toen? Ja. Een soort openbare gevangenis, denk ik, ja.
Ook niet vanuit een depressie, maar gewoon vanuit verveling. Ja. Heel veel mensen komen hier dus in dat zogenaamde proces. En het beste is dus keep breathing. Dat je niet gek maakt door wat die restanten hier proberen wijs te maken. Het is nog een laatste truc van het eigen om te proberen die lijfskracht zo lam te leggen. Dat je dan... En dan is bij eruit. En... Het is al cool. Leuk. Oui.